Breda Nu. Je weet het meteen. De komende maanden worden er 1944 zonnepanelen geplaatst op het dak van het Radverlegstadion. Wethouder Paul de Beer en directeur van NAC, Justin Goedzee, gingen het dak op om het eerste zonnepaneel te leggen. Eigenlijk vloeit het voort uit het programma waarbij we een verduurzamingsprogramma hebben voor 70 gebouwen van de gemeente. En het NAC-stadion is natuurlijk ook van de gemeente. Dus dat zat ook in die programmering. En wat we dan eigenlijk doen is een goede afspraak maken met huurders over hun energierekening. En proberen we samen een goede puzzel te leggen om die investering te kunnen doen. Die verdien je weer terug. Vanaf dat ze liggen, de zonnepanelen, heeft de natuurlijke duurzaamheid dien je gelijk vanaf dag 1. En na verloop van tijd heb je ook de investering terugverdiend. En dan ga je ook geld verdienen, geld besparen. Nou, Breda heeft volgens mij een jaar of twee geleden een enorme duurzaamheidsambitie uitgesproken om al hun vastgoed te gaan verduurzamen. Het stadion is van de gemeente. En dus we zijn er vrij snel in gesprek over geraakt om dat ook te verduurzamen. En wij zijn daar een groot voorstander van. Enerzijds omdat we dan als club kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de stad. Een bijdrage kunnen leveren aan het milieu dus. En ook nog eens een keer op de lange termijn een kostenreductie kunnen realiseren. Dus het is eigenlijk een heel mooi partnership. In het begin gaan we natuurlijk een ontwerp maken. Aan de hand daarvan gaan we bepalen hoeveel panelen er ongeveer op kunnen. Aan de hand daarvan gaan we nog weer verder bekijken hoe we de bekabeling moeten gaan aanleggen. Welke diameter zal worden. En aan de hand daarvan kunnen we bepalen wat voor voedingskabels we nodig hebben en meterkasten. Dat kost gewoon een hele lange voorbereiding. Zodoende hebben wij een mooi plan kunnen maken waar uiteindelijk akkoord op is. En we gaan het nu uitvoeren. Nou, er komen 1944 zonnepanelen op het dak te liggen. En wat het gaat opbrengen is dat er meer energie wordt opgewekt dan het stadion nodig heeft. Dus uiteindelijk zou het zomaar eens kunnen zijn dat je ook energie kunt teruggeven aan het net en dus ook aan de wijk hier. En dat is het toekomstperspectief. Ja, eigenlijk pakken we dus al onze gebouwen aan. Als je het hebt over zonnepanelen, hebben we al een aantal brede scholen volgelegd met een aantal honderden panelen. Ons stadskantoor staat op de nominatie om ook volgelegd te worden. Dus eigenlijk alle gebouwen van de gemeente. We hebben bijvoorbeeld ook bij het nieuwe museum, daar liggen er ook een paar honderd op. We pakken ze allemaal aan waar het kan. Dakconstructie moet wel oké zijn, moet het aankunnen. Waar het kan, doen we het. Breda Nu. Je weet het meteen.